super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik een strings video maken. Dus dat is dat je zo'n touwtje hebt dat aan het uiteinde vast zit. En dat je dan daar allemaal dingen mee kan maken. En vandaag ga ik jullie leren hoe je de trampoline maakt. Dit is een best wel moeilijke, maar als je het een paar keer oefent, weet je het. En ik vind het een heel erg leuke om zelf te maken. Dus laten we maar snel gaan beginnen. Ten eerste pak je het eerste uiteinde en dan doe je hem om je duim heen. En dan doe je het andere stuk om je pink heen. Dus dan moet het er zo uitzien. Ga je naar het andere uiteinde. En dan doe je hem weer om je duim heen. En om je pink heen. En als je dat dan bij alle uiteindes hebt, ziet het er dan zo uit. Als je dat nu doet, dan pak je je middelvinger en dan doe je hem onder dit stukje touw heen. En dan trek je hem zo aan. Dan moet het er ongeveer zo uitzien. En dan doe je weer je middelvinger. Dan doe je weer onder deze. En dan moeten hier dus twee touwtjes zitten. En dan doe je hem dus onder deze. En dan trek je hem weer aan. Dan moet het er ongeveer zo uitzien. Als je dat dan hebt gedaan, dan kom je hier. En dan doe je deze. Die bij je duim zit, doe je op je wijsvinger. En die bij je pink zit, doe je op je ringvinger. En dan krijg je zelfs goed dit. Doe je hetzelfde bij de andere kant. Van die op je duim zat, op je wijsvinger. En die op je pink zat, op je ringvinger. Dus dan ziet het er zo uit. Als je dat dan hebt gedaan, dan pak je weer een zo'n ding. En dan pak je die op je ringvinger. Vinger. En doe je die over die van je middelvinger. En dan pak je die daarin. En dan doe je die weer over de roze heen. En dan pak je die weer daarin. Trek je de roze erdoor. En dan doe je de roze over je duim heen. En dan doe je hetzelfde met die andere. En dan heb je dus dit. Wat je nu doet is je doet je duim onder de eerste. En dan pak je de onderste met de andere hand. En dan doe je over de ander heen en de duim. En dan doe je hetzelfde bij de andere. Zo. Dan moet het er ook weer zo uitzien. Dan doe je weer je duimen hieronder. En dan daar overheen. En dan ga je zo de hele tijd door. Dus eronder. Overheen. En dan moet je gewoon de hele tijd doorgaan met de volgende draadje die hier zitten. En steeds moet je de voorste pakken. En dan is dit de laatste, want deze die doen we hier. Je kan die er wel bij doen. Alleen dan... Dat wordt heel erg moeilijk omdat het nu al heel veel hier zo zit. Even zo voor mijn duimen. En dan hebben we dit. Wat je dan doet, is je doet je pinken doe je op je duimen. En dan druk je ze er zo doorheen. Zodat je pinken hier komen. En doe je duimen door de eerste twee gaatjes hier. En dan heb je hem als het goed is. Zo ziet het er dan uit. Een trampoline. Je kan het bijvoorbeeld ook een visnet noemen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als je het leuk vond, laat een like achter. En laat me weten in de comments of je zelf het ook is gelukt om zo'n trampoline te maken. Tot de volgende keer. Doei!